Eiland Bintan. Hier gewoond. Ingang van Sunway. De ingang. Een enorm winkelcentrum. Taarten en taartjes. Ziet er goed uit. De complete ijsbaan. Prachtig park. Echt geweldig hier. Prachtig hotel. Dat is helemaal een loopbrug. Daar gaat de loopbrug. Een hangbrug. University. En er zijn alleen maar mannen. Vrouwen mogen niet zwemmen. En nou kijken we van bovenaf recht in het zwembad. Is
En op elke verdieping kan je weer parkeren. De centrale ingang. Penang, Georgetown. Dat is de brug van het vasteland naar Penang. Onze tender. De begeleiding is goed. Hier vertrekken de bussen voor de overlandtour. En die komen morgen in Colombo weer terug aan boord. Colombo Twin Tower. Souvenir shop. Dit zit in de brandkast. Grote Boeddha, kleine Boeddha.
lighthouse. Mooi park. Town Hall van Sri Lanka. Like a white house. Like the White House. Een vissersdorp. En daar staan de afvoer. Te vis gedroogd. En hier brengen de vissers hun vangst. En daar staan de vrouwen te wachten op de vissers die terugkomen. En hier wordt gehandeld. Die zijn het niet met elkaar eens. Daar hebben ze alle buitenboordmotoren hangen. Nog een winkeltje. Hier wordt gewassen. Het is geen tempel, het is een moskee. Always a big smile. Hier waren wij de vorige keer en hebben wij met zo'n bootje een rondvaart gemaakt. Dat is de stad Kuching. Een hele grote stad. Daar worden boten gebouwd. Zijn ze
Chinese vissers. Star Flyer. Ze dumpen ons midden in de Erzhaven. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Mooie oude koloniale gebouwen. Het zijn luchtwortels. Taj Mahal Hotel. Nou, hier kan je rondvaartjes regelen. Dit is de Tour of India. Tour of India. Taj Mahal Hotel. En zo ziet de Tower of India er van binnen uit. Taj Mahal Hotel. Taj Mahal. Heel mooi trappenhuis. Prachtig trappenhuis.
koffie in de Taj Mahal. Een sea lunch. Taj Mahal. Hotel lobby. That's the lobby. Ook nog een modern gebouw tussendoor. Het is een middag. Dat is nog een fort van de Engelsen in de haven van Bombay. Want daarachter wordt naar olie geboord. Wij zitten hier te dineren en buiten zitten ze toe te kijken. Dat is de mooiste. En die zitten allemaal met de rug fastfood te eten. Alles is even onderkomen. Een kolossaal gebouw, wat het is, weet ik niet. Het geboortehuis van Gandhi is hier verborgen. Het geboortehuis van Gandhi. Of zoiets. Het binnenplaats. Souvenirshop. Die koe is gewoon papier aan het eten. Die koeien mogen alles. Daar gaat hij dan. Hier is toch niks te eten op straat. Ook druiven. Druiven verkopen. Ja, leren. Hier is een blaadje te eten. Geiten en koeien. Ja, de straat wordt aangeveegd hoor.
Dat is de elektriciteitsverzorging. Gandhi is hier geboren. Mooie vloer in bazaar. Oman, 's morgens om 9 uur, dat is alles wat hier te zien is. Salah Oman, de souks. Hallo. Hier vallen de kokosnoten zo naar beneden. Hij zegt, die heb ik voor jou daar neergelegd. Het paleis van de sultan. Een hele straat lang, allemaal kleermakers. Allemaal kleermakers. Hier maken ze parfums, waar je bij staat. En dit zijn parfums waar je nog nooit van gehoord hebt. Allemaal die petjes. Hier een oude en hier een nieuwe doog. Een van de grootste jachten ter wereld, 158 meter lang. Dat is de stad. Stadstoor, stadstoegang. Dat is de keuken. Alle mannen hebben niks te doen. Mag ik niet filmen, zeg. Leemhuizen. Gedroogde vis. Pepers. Knoflook.
Potten en pannen. En gassen. Dogen. Wat een rotzooi. Zijn de smeden hier. Keuken, hier wordt een potje gekookt. Dat zijn uitgemergelde katten. Goedemorgen, Hade. Daar is onze landingspier. Daar brengt de tender ons naartoe. En bewaking hebben we ook weer. Tour de poort naar Aden. Supermarkt. Centrale watermeters. Dat is de lift, de goederenlift. Haaien. Zo ziet dat er van boven uit. Een grote rotzooi. Wij zijn helemaal naar deze klokkentoren geklommen. Dat is het andere gezicht van Aden. Het is hier vandaag, het is vrijdag, maar hier is het zondag. Daar ligt ons schip. En dat is de mooiste villa ter plaatse, daar woont de baas zeker. Nou, die rijdt niet erg meer. Het oude fort. Onze taxi. We staan heel trots te kijken.
Hier is een hele zwarte afdeling. Sue in Hokkaido. Tabak om zelf je sigaretten te maken. De grote moschee, very hot. Daar wordt alles gewogen. Plaatselijk vervoer. Daar is hier de logistiek. De hoofdstraat van Hokkaido. Das heißt das Osternest, mit Ostern. Vandaag is het Pasen. Paasbrunch. En dat is het warme. En de vis. En de toetjes. Buffet. En een Sinaï. Klein dorpje in de bergen. Shamashek. Shamashek, allemaal restaurants voor 's avonds. Je kan je tatoeëren laten. Ja.
Suezkanaal. Pontonbrug van de militairen. Dat is de Sinaï. Uitgestorven stad met daarachter een vliegveld met een verkeerstoren en shelters voor vliegtuigen. Er staan geen vliegtuigen. Allemaal gedenktekens van verloren oorlogen. Ook weer een gedenkteken van de verloren oorlog. Het strand van Ismailia. Met het stadspark van Ismailia. En dat is de pont die wacht tot wij over zijn. Een moskee naast een katholieke kerkje. Ismailia. Over deze draaibrug moet in de toekomst een trein gaan rijden van Cairo naar Istanbul. Daar is de aansluiting naar Istanbul. Die staan klaar om naar de overkant te gaan. Nog maar een keer verliezen in de woestijn. En daar moeten ze over naar de overkant. Een pontonbrug. Hier splitst het kanaal en daar komen de schepen uit de tegenovergestelde richting. Militair bivakeren in de woestijn.
door Japanners gebouwd. Portside. Portside. Het hoofdkantoor van de Suezkanaalmaatschappij. Simon Arts is er nog steeds, daar hebben die kameelzadels gekocht. We hebben al hun waren uitgestald. Dus ze verwachten dat we nog inkopen komen doen. Koffers, zoals altijd. Hier is de entree. En dit is de hoofdstraat. En de bron. Kijk de muur op. En daar is het kapelletje. En een grote kerk. Dit is de hoofdstraat. Oude haven van Dubrovnik. Toen zegt ze, ik
Hotel Neptune op La Pat. Vanmorgen is het nog niet druk daar. Mooie binnentuin. Hier is de processie geëindigd. Het zijn allemaal vrouwen.